welkom bij weer een nieuwe vlog. Dit keer een vakantievlog, dus wat meer dagen. Ik begin nu of op woensdag of op donderdag met de vlog, want het is nu donderdag en ik was vergeten de vlog af te sluiten. Ik wilde eigenlijk tot woensdag filmen en dan van woensdag tot de rest van het weekend. Maar dat ben ik dus vergeten, dus of ik plak er nog stukjes van gisteren hier als begin, zeg maar, nadat ik dit heb gezegd. Of jullie zien mij gewoon beginnen bij donderdag. Dat hangt een beetje van af hoeveel film, zeg maar, hoeveel tijd de vlog, of hoeveel, snap je me nog, hoeveel tijd de vlog gaat kosten? Nee. Ja, nou goed, hoe lang het filmpje gaat duren. Anyhow, welkom, ik ben in Frankrijk. Dit is mijn uitzicht vanuit de slaapkamer. Wij zitten in een huisje met mijn ouders en mijn broertje en zijn vriendin en mijn oom en natuurlijk mijn Niels. En het is hier heerlijk, het is lekker weer, behalve gisteren heeft het veel geregend, maar eigenlijk de rest van de week was het heerlijk. Als je benieuwd bent naar het eerste deel van deze, ik kom niet uit mijn woorden vandaag, ik weet het ook niet. Als je benieuwd bent naar het eerste deel van deze vlog, kijk dan vooral eventjes, van vorige week zondag is die online gekomen. En nu gaan we lekker door met deze week. Vandaag ga ik zo meteen met Sven en Niels lunchen in het dorp. Of tenminste, Sven, ik ga een pain américain eten. En Niels is nu al een beetje brood aan het eten. En er is een draaimolen, dus daar wilden we even met Niels in. En dan gaan we daarna even met z'n tweeën wandelen. En dan blijft Niels gewoon lekker hier. En dan gaan we vanavond met de hele bubs uit eten. Heel veel zin in bij de Green Bistro. Het zag er heel mooi uit. Klein restaurantje volgens TripAdvisor heel erg goed. Dus ben benieuwd. En dan gaan we morgen naar Boulogne-sur-Mer. We zitten trouwens in Noord-Frankrijk, mocht iemand zich nog afvragen. Boulogne-sur-Mer. En we zitten nu in het plaatsje Wissant. Maar in Boulogne-sur-Mer heb je een enorm groot aquarium en een oude stad. Dus we gaan met z'n allen naar een oude stad. Dan gaat de grootste groep gaat naar het aquarium. En mijn moeder en ik gaan shoppen. Mijn moeder en ik hoeven niet zo naar het aquarium. Dus dat voor morgen. En dan zaterdag gaan we weer naar huis. Maar goed, dan film ik gewoon zo de rest van het weekend ook gewoon door. Dus ik neem jullie weer mee. Vind je de vlogs leuk? Dan zou ik het fantastisch vinden als je wilt abonneren door hieronder op de rode knop te drukken. Of gewoon aan het eind van het filmpje op mijn gezicht. En vind je de video leuk? Doe dan ook vooral een duimpje omhoog. Daar maak je me heel blij mee. Oké, laten we verder gaan met de vlog. Ik ben even wat aan het eten. Ik heb gewoon een hondje. Wat zwaai je het hondje? Kleine warme chocolademelk. Wat zwaai je het hondje? Voor de kleine. Dag. En dan sluit het dus even naar het hondje. Zeg maar dag. Au revoir. Ik ben hier voor streekdroegje. Zeg maar dag hondje. Lekker niet? Dat zie je. Ja, zo. Goed zo. Ben je dat zo? Ja, merci. Ik heb mijn laatste geitenkaas in, nou het is niet vanavond nog, maar dan is het over met de lactose voor mij. En het is klaar. En Sven heeft een tosti. Een beetje een scheve verhouding, dus Sven heeft een beetje voor mij mee. We zijn aan het wandelen. Al de wandel. Ergens. Dat was toch om te zien. Sven is een heel klein kikkertje. We staan weer op een uitzichtpunt. In een huisje. Vogelspotter. In complete silence. Ze zijn vrij weinig te spotten. Misschien de andere. We gaan er weer uit. Kijk, hier stonden we in. Hartstikke leuk. De andere kant. Ik zie het weer. Ik zie geen vogels. Een musje. Hier zie je wat meer aanschoren. Alles wat daar dit is en die bosjes, dat is allemaal door de poep van die beesten. Er zitten heel veel. Een kolonie. Ja, ik zie ze daar ook. We gaan zo uit eten en ik zal even mijn outfit laten zien voor zover dat hier mogelijk is. Want ik heb geen spiegel van het totaal, maar bear with me. Dit is mijn outfit of the day. Ik weet niet of je het een beetje kunt zien, maar het is een geheel. Het is een
een shirtje, een beetje doorschijnend en dan een high-waisted broekje. Maar het zit aan elkaar en hier achter is de rug open. En dan heb ik er deze schoen onder. Mooi touwtje. Dus eigenlijk uit eten. Jam. Kijk, heel mooi gerecht. Jam. Willen we hier nog een glas witte wijn bij of niet? Ja hoor. Ja? Sven heeft een mooi maaltje. Heerlijk. En Niels heeft ook een mooi maaltje. Ik heb jullie tagine met het een of ander. Oh, bestaat er maar ook echt nog niet bij. Maar dit is mijn tagine met weer een bloemetje. Of het is gewoon speld, maar heel benieuwd. Met iets van. En lekker rest. Houdie. Goedemorgen allemaal. Het is vrijdag. Het is vrijdag en wij gaan zo richting Boulogne-sur-Mer. En mama en ik gaan shoppen en we gaan met z'n allen naar de oude stad. Dan gaan mama en ik shoppen en de rest gaat naar het aquarium iets met haaien en zo. En Niels heeft me net een heel mooi bloemetje gegeven. Dus die ga ik even in een vaasje, voor zover we dat hebben, zetten. En dan gaan we de deur uit. Dan zegt Niels heel netjes, shhh, heel schattig. Dit is de Notre-Dame van Boulogne-sur-Mer. Ik herhaal, hij zei netjes, shhh, blijkbaar had hij toch niet helemaal scherp. Een soort Alice in Wonderland tafereeltje, daar dat konijn. Sven hoort er ook bij. Paddenstoelen en van die keurig geknipte heggetjes. Oh, Edward Scissorhands. En die enge hoofden. Poedeltje. Ja, ze hebben wel hun best gedaan. Oh, wordt aangereden. Maakt niet uit. Kaarten. Die is grappig, hè, Niels? Weer Edward Scissorhands. Net zijn we net een doolhof in geweest. Hier zo, het dol van The Shining. Dat is echt heel grappig gedaan. Hier is Edward Scissorhands. Ik weet dat ik net al laten zien. Hè. We zijn dus in Boulogne-sur-Mer. Het is best wel een grappig dorpje. Niels ziet een auto. Oh. Een kasteel. Kijk even op de binnenplaats. Ja. Woon je wel leuk zo aan het kasteel. Dat moment dat je in een stad staat en weet dat er een Sephora zit en je kijkt naar rechts en meteen, heb je wel kunnen zien, daar in de verte, Sephora. Dus daar gaan we heen, denk niet dat papa meegaat. Een colaatje. Ja, dat we dan koopt, dus niet gek zo, maar dan kan je als je dit openmaakt. Mijn mama heeft die zelfs in Sephora. Dan heb je een grotere, zie. Dan kan het een toilettasje. Ja, jij kan jouw ding al laten zien, mama. Ja. Ik heb mijne komen in een shoplog, maar ik heb ook een tasje vol. Dat was sale. En dit is ook nog een bijzonder ding. Dit gaan we ook testen. Dit is een konjak spons. Dit is dus hot in Korea. Met bamboe en hoe zeg je dat? Kool? Charcoal, dat is... Ja, kool toch? Gewoon charcoal. Charcoal is houtskool. Houtskool, ja. En daar kan je dus mee je gezicht wassen. Subtiele exfoliator, scrub zeg maar. En wat had je nog meer? Wat is dat toe? En ik wou dat geurtje kopen. Oh ja, dat geurtje, maar ja. Wat in die dingen. Maar wat wel een lekker geurtje. Er was heel veel korting, maar er stond dus op 50%. Maar op prijsje stond 30%. Dus we hadden gevraagd en toen bleek het 30% zijn. Dus toen had met zichzelf afgesproken dat ze het dan niet zou doen. Maar hij ruikt wel heel lekker. Dus het dilemma. De dilemma's van het even. Ja, dus we gaan even lekker lunchen. We hebben een lunchminuutje. Mijn vader is er maar aan te kijken wat er gebeurt er allemaal. Ik lag als een boer met kiespijn. We zijn aan het wandelen naar de zee. En dat gaat via een soort pad. Daar hebben ze blijkbaar lopen snoeien. En ik liep op mijn blote voeten. En ik ben blijkbaar met allebei mijn voeten in een brandnetel gaan staan. In de categorie goede ideeën. Oh ja, kijk, hier willen we doorheen. Gaan we dus niet doen.
En het brandt, kan ik je vertellen. En het jeukt. Ik krijg er een beetje rillingen van. Maar volgens Sven is het zo weer over. Dus dan houden we ons daar maar aan vast. Verder wordt er al driftig gekookt thuis in onder een Marokkaanse stoof. Ruikt heerlijk. Niels is even in het huisje en wij zijn dus weer even lekker een wandeling maken. Daar is de zee. Daar is de zee. Nu gaan we daar nog weer iets hebben. Nou, gaan we meemaken. En ja, laatste dag hier. Morgen gaan we wel weer terug. En nu ga ik met mijn voeten de zee in, want het brandt. Nou ja, dat is wel iemand, ja. De zee. Zijn kop zijn slippers uit. Ik weet niet precies waarom. Maar ik kan je slippers uitkloppen. Ja. En als het dus vloed. Als het vloed is, dan staat het dus gewoon tot hier met water. Maar nu valt het goed mee. Nou, nu snel mijn voet in het water. Nou, daar gaan we hoor. Oh. Goedemorgen allemaal, het is zaterdag en dat betekent dat we weer gaan vertrekken. Ik ben al de kast aan het leegruimen. Zooi achter mij. En ik heb net even gedoucht, dus ik ga me nu ontbijten en opmaken. Tegelijk, altijd goed, ik wil het wasken. En het is nu 8:30 en we vertrekken over 2 uurtjes. Dus alle tijd. En dan gaan we weer naar huis. Dat zit ons huiskonijntje. Die zitten gewoon heel op het bos in de tuin. Die huppelt vrolijk een beetje rond. Heel schattig. Dus ik vind het heel schattig. Nou, Niels' kamer is al bijna helemaal... Niels' kamer is al bijna helemaal klaar. Mijn kleding is al ook bijna helemaal. Maar ja, dan komt altijd nog zeg maar die troep. En dat is altijd het meeste. Want dan heb je alles ingepakt en denk je... Oh. Dus nou, dat... Maar komt allemaal goed. Ruim de tijd. Het is nu... 9:10. Opgemaakt, gedaan. Haar en staart, lekker makkelijk. Lekker los. Mijn batterij was leeg, maar mijn outfit is dus dit. Wijde shirt van, ik heb geen idee meer, ooit H&M denk ik. Weet ik niet eens zeker. En mijn primer broek. En ik doe zo nog mijn Nikes aan. En nou ja, bijna opgeruimd. Auto in. Gigant met die banaan. Dan zie ik jullie in Nederland weer. Of onderweg. Zo, ik heb zojuist een shoplog opgenomen van mijn Sephora spulletjes. Wasjes zitten erin, andere spullen zijn uitgeruimd. Dus nu is het alleen vooral heel veel was wegwerken en dan is het klaar. Ja, dus ik ga lekker denk ik mijn make-up eraf halen en gewoon lekker niks meer. Behalve wasjes draaien en nog een beetje opruimen, maar het grootste gedeelte is gedaan. Yes! Ik zit me trouwens überhaupt af te vragen of ik wel gezegd dat ik weer thuis ben. Jee, lekker met mitten is geknuffeld. De reis ging heel goed, heel snel. Dus dat was fijn. En nu ga ik lekker relaxen. Goedemorgen, het is zondag. En we genieten van het weer thuis zijn. Ik vind het altijd, ik geniet altijd ontzettend op vakantie. Maar ik geniet ook altijd enorm van het thuiskomen. Vannacht was weer niet echt een hele lekkere nacht. Niels moest weer heel erg wennen. Zo gek, want... De vorige keer dat we met hem op vakantie gingen was hij 8 maanden. En toen had hij nergens last van. Hij sliep overal en was allemaal prima. Hij werd wel heel vroeg wakker, maar that's it. Maar nu is dat wel anders. Ja, hij maakt natuurlijk dingen veel bewuster mee. Dus hij moest... hij sliep prima in gisteravond. Maar rond een uur of 11:30, 12. Begon heel hard te huilen. En wilde hij echt om geen enkel beding zijn bed meer in. Wilde hij alleen nog maar met ons op de stoel in zijn kamer zitten... Of bij ons in bed. Ja, en dan sta je als ouder altijd voor zo'n dilemma. Uiteindelijk hebben we hem wel bij ons in bed genomen. Zo van, nou, dan kan hij de eerste nacht wennen. Hè. Wij zijn er, we gaan nergens heen.
Maar vannacht is dat no way José het geval. We hebben vannacht ook nog wel een keer teruggelegd. Maar zodra hij zijn bed raakte, begon hij weer te krijzen. Dus dat was een succes. Ik moet zeggen, ik heb beter geslapen dan de keer dat hij op vakantie in ons bed sliep. Want toen heb ik echt geen ogen dicht gedaan. En nu heb ik nogal geslapen, maar gewoon niet lekker. We hebben een bed van 1,60, want dat vinden we gezellig en knus. Maar dat is echt niet gezellig en knus als er ook nog een kind bij ligt. Sven zei, ik had vroeger op 20 centimeter lag. Ik denk ook dat wij allebei op 30 lagen en Niels op 1 meter. Ik wil ook natuurlijk, je wil de kussens niet bij hem in de buurt hebben. Want je wil dat hij genoeg vrije lucht heeft en niet kan stikken. En ik vind dat enorm ongemakkelijk. Maar goed, hij, hey Mittens. Ja. En Mittens lag er zo lekker bij. Die moest ook eruit. Want ja, die vond ook niks met Niels bij. En toen was op een gegeven moment, had ze niet door dat hij naast me lag. En toen was ze echt hier zo gaan liggen. Toen dacht ik, ja, joh, als Niels één beweging maakt, dan heb ik echt krassel over mijn face. Omdat ze dan strikt. En ze is natuurlijk al sowieso een beetje schrikkerig als je terugkomt van vakantie. Dat is wel grappig trouwens. Mittens is echt, ik heb heel lang een kat gehad bij mijn ouders. Echt sinds mijn geboorte, zeg maar, was ze er al. En ze overleed toen ik een jaar of 12 was. Of zo. Ze kende haar mijn hele leven, zeg maar. En ze was al 22, geloof ik, of zo. Maar die was altijd heel boos. Als je op vakantie was geweest, dan dacht ze, ja, zoek het uit. Nu zien jullie mij gewoon niet. Want als het zo moet, dan hoeft het voor mij niet. Terwijl Mits is echt super blij als we weer thuis zijn. En die denkt echt, oh yes. Oh, vrede terug in huis. Dus die is weer helemaal in haar element. En er is altijd iemand hier. Als wij er niet zijn. Alleen deze keer was het iets anders. Omdat mijn oom komt eigenlijk altijd. Alleen mijn oom ging nu mee. Dus mijn oom is hier een deel van de tijd geweest. Want mijn oom kwam later. Maar daarna heeft mijn buurvrouw het overgenomen. En dat is natuurlijk toch wel even anders. Voor dat kleine pluizige meisje daar. Maar wel heerlijk om lekker weer met haar te kunnen knuffelen. Maar goed, dus die heeft een andere reactie. Maar Niels, je moet gewoon even wennen. Hij is wel weer helemaal blij thuis. Overal ligt speelgoed. We hebben gisteren echt het hele huis opgeruimd. Want we dachten, alle bagage en zo weg. En dan hebben we gewoon lekker en zonnig in een rustig schoon huis. Maar Niels is alweer bezig geweest. We hebben vandaag verder geen plannen. Sven moet nog wat werken. Ik moest net nog wat werken. Dus Sven is net met Niels naar buiten gegaan. Zodat ik wat kon werken. En nu komt hij straks terug. En dan ga ik na zijn middagslaapje even met hem naar buiten. Ik heb even gedoucht en mijn haar gewassen en alles. Zoals je misschien kunt zien. En ik wil eigenlijk zo een shoplog opnemen. Want ik heb leuke dingen in sale geshopt. En die liggen daar allemaal op mij te wachten. En ik wil ze uitpakken. Wij zitten weer lekker. Fietsje. En Sven zei dat ik een trui aan moest. En dan ga ik helemaal stuk van de hit. Dat is heel warm. Dat was het tweede deel alweer van mijn lange vakantie vlog. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden om te zien. Mijn vakantie was in ieder geval heel fijn. Morgen begint de week gewoon weer. Dus dan zie je komende week ook weer gewoon een normale vlog. Ik hoop in ieder geval nogmaals dat jullie het leuk vonden. En ik zie jullie heel graag volgende week weer. Doei!